Beste kijkers, welkom bij deel 2 van onze reeks over de corruptie van de Open VLD. De eerste aflevering die ging over Sihame Gate, onze bekende schummelpoedel. Mocht u die gemist hebben, dan kan u deze bekijken op kiesdries.be of via onze sociale media zoals YouTube of Facebook. Deze keer hebben we het over andere schandalen. Het is trouwens. Niet de eerste keer dat de Open VLD zich inlaat met het binnenhalen van politici zoals ze dat deden met Hame. Meer nog, het was in het verleden ook al haar goede vriend Bart Somers die politici kocht. Toen de rechter Vleugel van de VLD onder aanvoering van Jean-Marie de Dekker in 2007 met recht en reden wegvloog van de partij, wanneer de Open VLD alles wat rechts was had verketterd, toen bouwde Jean-Marie de Dekker een eigen liberale partij uit genaamd lijst de Dekker. Die partij die kwam op bij de verkiezingen en die haalde in één klap vijf Kamerleden. Een groot succes. Omgekeerd, de Open VLD die kreeg zeer zware klappen, die ze natuurlijk had verdiend. Maar eerder dan haar democratische les te leren en het programma bij te sturen, besloot ze om, in de stijl van het huis, vuil spel te spelen. Bart Sommers regelde een duistere transfer. Hij beloofde als nationaal voorzitter van de Open VLD een parlementaire zetel aan Dirk Feink. Toen Kamerlid van LDD bij de volgende verkiezingen, waarbij vooral het loon als een argument gold. Indien Dirk Feink niet verkozen zou geraken, zou Somers garanderen dat hij via een ander postje evenveel zou kunnen blijven verdienen. De bedoeling was om op die manier de LDD pijn te doen, want zo zou de partij haar statuut als fractie en bijkomende dotatie verliezen. Negen mensen van lijst dekker zouden zo hun job verliezen. De mannen die tekenden een akkoord om dit te bevestigen, maar later kwam Veink terug op die beslissing. Ik geef toe dat ik me heb laten misleiden en ik wens daar verder niet op in te gaan, liet hij weten. Dat is hoe Open VLD kijkt naar de democratie en de wil van het volk. Zetels die zijn gewoon te koop en ordinair te marchanderen. De vuile zaak was in der tijd een smet op het voorzitterschap van Bart Somers en toen zijn partij in datzelfde jaar een verdiende oplawaai kreeg van de kiezer, Nam hij ontslag. Datzelfde voorzitterschap was trouwens het gevolg van de beruchte strijd tussen Jean-Marie de Dekker en Bart Somers. De Dekker die weet over die verkiezing dat hij toen had gewonnen, maar de telling had verloren. Somers herpositioneerde zich en richtte zich meer op Mechelen. Daar werd hij een heroïde van de multiculturele lobby en de weg met ons mentaliteit. En hij gaat wel heel erg ver in die mentaliteit. Zo verdedigde hij zelfs het salafisme het salafisme is een radicale stroming binnen de islam die wil dat er geleefd wordt op de manier van de eerste drie generaties moslims sinds de komst van de profeet Mohammed. De gevaarlijkste vorm van het salafisme vindt men terug bij het wahhabisme. En dat is de ideologie van veel islamitische terroristen. Ze beschouwen de democratie als de wet van de ongelovigen. Fysiek herken je ze aan hun lange baarden en hun jellabas. Het zijn salafisten die vreemde fatwas uitspreken, islamitische juridische adviezen, zo zijn er, die kindhuwelijken verdedigen omdat de profeet Mohammed ook gehuwd was met een minderjarig meisje. Over die salafisten zei Somers: Die zijn weliswaar radicaal en met een heel religieus conservatieve visie, maar ze zijn geen extremisten. Ze opereren binnen de rechtsstaat en wijzen geweld af. Dat is dus. Hoe men denkt bij de Open VLD. Iedereen die op rechts een scheet laat, die is staatsgevaarlijk. Maar radicale islamisten ja, die zijn eigenlijk geen echt probleem. Meer zelfs, kritiek op de radicale islam is verboden. Denk maar aan de voorstellen die van Quickenborne maakt. Of aan de waanzinnige uitspraak rond het voorpostspandoek met stop-islamisering. Waarvoor effectieve celstraffen werden uitgesproken. Nu, pas op, je mag zomers. Niet verdenken van al te veel inhoud en consequentie, want enkele jaren later was hij weer tegen het salafisme. Dat hangt voornamelijk af van waar de win nu precies komt. Waar het echt om draait in de VLD, dat is geld. Dat bewijst de volgende in de rij schandalen. Jacques Gabriels, voormalig minister van Landbouw, later minister van Economie en daarna minister van Buitenlands Beleid. Ten slotte zelfs minister van Staat. Geen kleine garnaal dus. Hij wordt samen met oud-schepen van Bree en voormalig provincieraadslid Maarten de Keulaar, eveneens van Open VLD, opgeroepen voor de correctionele rechtbank. De toenmalige top van de partij in Bree, die wordt verdacht van corruptie, van toen hij burgemeester was. Je moet je trouwens eens afvragen hoe ver ze zijn gegaan, want justitie in België die gaat niet zomaar achter Liberalen aan. Justitie en de VLD zijn twee handen op één buik. Het is pas als het helemaal extreem en onweerlegbaar is geworden, dat het gerecht aan denkt om eventueel in te grijpen bij de Open VLD. De beschuldigingen tegen de lokale Liberale Partijtop die zijn herkenbaar: opluchting, valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en het vervalsen van jaarrekeningen. Gabriels en Co. Die zouden een stroom valse facturen hebben gemaakt in naam van de stad, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf en een twintigtal vernootschappen, factuurkosten zoals drukkerijen en publiciteitskosten. Maar de diensten die waren niet voor de stad of voor het OCMW, nee, die waren voor de lokale Open VLD zelf zeer gelijkaardig als de zaken waarvan Shihame el Kawakibi verdacht wordt. Onversneden corruptie, dus door mensen in belangrijke en verantwoordelijke functies. In principe riskeerden Gabriels en de ex-schepenen tot vijf jaar cel, onder meer voor valsheid in geschriften, verduistering, misbruik van vertrouwen en belangenvermenging. De openbare aanklager die eist echter enkel boetes en geen celstraf, omdat het te lang geduurd heeft om de zaak voor de rechtbank te brengen. Ja, dat komt nu wel heel goed uit. En hij is trouwens. Lang niet de eerste of de enigste open VLD'er die zo'n kans heeft voor de rechtbank. Voilà, dit was deel 2 van onze reeks over de corruptie van open VLD. Maar niet getreurd, er komen nog vele delen aan, want er zijn nog veel corrupte open VLD'ers om. Bespreken. Willen jullie ons steunen in dit belangrijke werk om ervoor te zorgen dat die stinkende potjes, waarvan sommige zijn opengemaakt, niet worden weggemoffeld, maar dat die blijvend in het geheugen van de mensen worden gebracht? Steun ons dan bij dit belangrijke werk, bij deze belangrijke onderzoeksjournalistiek en ga naar www.kiesdries.be slash abonneer. Zet mee je schouders onder dit project en dan krijg jij veel meer extra video's, rechtstreekse inspraak en een contact met het hele team van Kies Dries. Tot binnenkort.